Op 4 februari, dan is het Wereldkankerdag. Ook Almelo KWF doet daaraan mee. Ja, wat houdt dat allemaal in? Ja, op 4 februari staan we wereldwijd stil bij kankerbestrijding. Vanuit KWF Kankerbestrijding gaan we daar een hele mooie muzikale avond van maken. En hebben jullie daar artiesten bij? En ja, hoe vergaat zo'n avond? Ja, we hebben een programma gemaakt met inderdaad artiesten. DJ Raaf komt optreden en Elvis Presley is er ook. En we gaan verzoeknummers draaien en je kunt de kaarsenzak kopen. Kaarsenzakken, is dat iets nieuws? Ja, het is mooi dat je dat vraagt, want die zijn inderdaad ten opzichte van vorig jaar, toen we ook zoiets hebben gedaan, zijn de kaarsenzakken dit jaar nieuw. Een kaarsenzak is iets wat je misschien nog zou kunnen kennen van de Samenloop voor Hoop. En die kaarsenzak kun je bij ons kopen voor 5 euro, kun je je boodschap opschrijven en dan voor iemand die je zou willen herdenken. En dan kun je zo'n kaarsenzak in je vensterbank zetten en dan kun je er een foto van maken en aan ons toesturen. Heb je er misschien een voorbeeld van? Ja, dat heb ik zeker. Ik ga hem je laten zien. Ik heb deze kaarsenzak gemaakt voor mijn moeder. En ik ga die op 4 februari om 6 uur 's avonds in mijn vensterbank zetten. En dan hoop ik dat het lichtje mooi naar haar toe schijnt en dat we haar kunnen herdenken. Ja, zo zijn er een heleboel van die mooie activiteiten. En jullie hopen daarmee heel veel geld in te zamelen. Hoe kunnen mensen daar een steentje aan bijdragen? Waar moeten ze precies zijn om te doneren? Ja, je kunt als je naar onze Facebookpagina gaat of naar onze LinkedIn-pagina, daar vind je de link naar de actiepagina van KWF Kankerbestrijding. En daar kun je precies zien hoe je meedoet voor een verzoeknummer, een kaarsenzak of aan een veiling. Een veiling? Wat houdt die veiling dan in? Ja, ook dat is nieuw dit jaar. We hebben besloten om een aantal items te veilen. Echt hele mooie, bijzondere items. En ik zou echt zeggen, neem een kijkje op de site om te zien wat het allemaal is en hoe je kunt bieden. En daarmee hopen we ook zoveel mogelijk geld in te zamelen, inderdaad. Dankjewel voor je bijdrage en een hele fijne avond. Dankjewel, graag gedaan en ik hoop dat iedereen mee gaat doen.